nu doet, dat is een mooi voorbeeld. Dat gaat niet. Je moet er opstaan. Dat is één. En dan inklikken binnen de seconde. Ja, en dat is niet iedereen gegeven. Dus nee. Is dat voor een profrenner moeilijk? Ja, dat is exact dezelfde heuvel hè, dan in kokzijde. Dus idem, hè, dus naar boven lopen, opspringen, maken dat je erin zit of je hebt het zitten. Je kunt de voet naar beneden. Ja. Je kan natuurlijk ook de pech hebben dat je schoenplaatjes vol zitten. Ja, maar in dat opzicht is dit een zeer proper cross. Overal hetzelfde, even fijn. Dus modder komt er niet aan te pas. Toch zeker niet in deze editie. En nu eens kijken hier. Moeilijk stuk. Van Aert ploegt zich er helemaal door. Maar ook Zweek is goed mee. Sterk van Laurens Zweek. Ja, uiteraard ook sterk van Wout van Aert. Maar daar verwachten we dat iets meer van. De lat ligt hoog. Dus hier gewoon tot boven rijden. Dus, is niet iedereen gegeven. En Bram? Ja, het was mooi om te zien hoor. Dat duel tussen Wout van Aert en Laurens Zweek hier in de materiaalpost omhoog door het zand. Ze kwamen er allebei goed door. En dan moest Soete de rol een beetje lossen. En dan voel je meteen de druk van achteruit. David van der Poel ook goed bezig. Voorlopig in de vierde positie. Ja, mooie wedstrijd tot dusver. Ja, we zien hier Soet aan de streep voorbij komen voor onze neus. En dan zagen we hem toch wel even naar lucht happen. En Bram opnieuw. Ja, bij vader Zweek, je twee zonen in de top 10. Laten we het eerst hebben over Laurens. Die doet mee voorin met Wout van Aert. Kan hij het vandaag langer volhouden? Ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Hij is niet zo onstuimig van start gegaan, zoals op het BK. Dus dat was ook het plan. En ja, hij zit nu precies toch wel iets beter in het wiel gebeiteld. Ja, we zagen hem hier passeren door de materiaalpost. Dat was indrukwekkend. Hij loste van Aert voor geen fit. Ja, als je hier het wiel kwijtraakt van Aert in het zand, ja, dan is dat direct 5 seconden. En dan weet je hoe laat dat is. Hè. Maar dus, het is zaak om heel kort in het wiel te blijven. Of op kop in het zand gaan. Het is wel een speeltuin toch voor hem? Ja, zeker. Hè. Ja, we weten het allemaal. Hè. Zand, dat is iets wat hij natuurlijk graag doet en ook aan het vuur ligt. En Dieter, is hij goed begonnen? Ja, Dieter is behoorlijk goed begonnen. Hij strijdt voor zijn plaats. En ik denk dat die plaats toch top 10 zal moeten zijn. Goed, dankjewel Stefan Zweek. En de sneeuwvlokjes die worden steeds groter en groter. Maar voorlopig is het prima te doen hoor. Filip, geen enkel probleem voor de crossers. Ja, maar we zijn nog maar 19 minuten bezig. Maar zolang de sneeuw niet blijft liggen, gaat er weinig veranderen denk ik. Het zal nog net goed lukken. Heel goed hier hoor. Van der Poel naar boven reed. Voor het zand of het bos gaat dat geen invloed hebben. Geen dat er uit de lucht gaat vallen. Het is ook niet onder het vriespunt momenteel. Hier, eenzame Soete. Ja, rijdt nog voor Van der Poel uit en Jens Adams. Of dat verstandig is, dat zullen we straks merken. Maar het is maar een klein gaatje van een seconde van 5. Ze zijn voorzichtig, want het zijn 10 ronden, dat weten ze. En ze hebben nog maar 3 op de teller staan. Dus niet dat het een lange cross wordt, maar in ieder geval die ronden die spelen mee om het helemaal open te trekken, alle registers open te trekken. Ja, en voor Van Aert is het ook wel een beetje een kennis maken met de nieuwe omloop in de Mol. Het lijkt op de omloop dat altijd wat geweest is, maar vorig jaar van start en aankomst op een heel andere gelegd en zijn er nog een kleine aanpassingen gebeurd. Je merkt dat hij al begint te beteren in die dalende lijn, die zandstrook. Dat ging zo vloeiend voor deze Wout van Aert. Duidelijk is dat Wout van Aert hier de laatste zien demonstreren. Een beetje flirten met de boarding, elke keer opnieuw. Op het gebied van zandkennis zijn die twee elkaar misschien wel waard, maar Van Aert heeft zoveel voorsprong op de rest. En ik bedoel dan ook op Laurens Zweek. Dus het is niet alleen die zandstrook dat moet overgevoerd worden, maar de rest is ook nog wel cross. Zien hoe David van der Poel daardoor dat zand ging. Hij hing al helemaal scheef voordat hij erin reed. Prachtig op weg, op zoek naar het juiste evenwicht. Dan zal het wel weten liggen daarin. In Kalmthout, de Kalmthoutse heide waar dat hij wellicht vaak